Rosalie die vraagt, het verhaal is heel helder, maar ze heeft het idee dat het in de praktijk toch niet helemaal zo werkt. Hoe zien jullie dat? Nou, dat kan me niet anders als gelijk geven. Het verhaal is zeker helder. Dus veel meer mogelijk als dat we bij heel veel besturen en samenwerkspanden zien. En toch zien we ook steeds meer creativiteit en ook steeds meer ambitie om dingen toch goed in orde te maken. En we zien ook dat de samenwerking, want dat is echt noodzakelijk, de samenwerking tussen de gemeente en de onderwijsinstellingen ook steeds beter wordt. En wat we vooral zien op sommige plekken, gewoon ook in Nederland, is dat als er een gezamenlijke overleg is, waar ouders bij zitten, de leerling bij zit, maar ook gemeente, jeugdhulp en het onderwijs, dat er ook steeds meer mensen komen zitten die ook echt mandaat hebben. Die ook echt aan tafel mogen zeggen, en dit ga ik nu regelen. En dat dan ook kunnen gaan doen. En dat zien we steeds meer en daar moet je ook naartoe. Dat je niet het idee hebt van er wordt gepraat en iedereen vindt het ook wel, maar er komt niks van. Want dat is natuurlijk ook wat de vraagsteller ook bedoelt daarin. En dat je dus ook echt ook effect gaat zien. Maar het blijft ingewikkeld omdat we toch nog steeds met elkaar in Nederland afgesproken hebben dat die bekostiging, hè, de financiële stromen moeten echt nog apart blijven. Dus je moet het echt hebben van mensen die heel erg bevlogen ook die afspraken durven te maken. En die bevlogen mensen vind je in alle lagen. Maar je hebt ze ook nodig op de plek waar ook de besluitvorming, hè, waar die ook echt wat mogen vertellen en ook echt een besluit mogen nemen op dat vlak. Dus dat, ik kan het niet anders dan beamen. Het is zo en het moet echt toch anders.